Welkom bij First Class. Vandaag zal ik een gerechtje maken rond pompoen. Een vegetarisch gerechtje, spaghetti van pompoen, puree van pompoen en bulperknollenkaas. Waar beginnen we mee? Dus we hebben hier spaghetti pompoen. Die gaan we eigenlijk in de oven garen gedurende 20 minuutjes op 200 graden. Dus we hebben de oven voorgewarmd. 20 minuutjes garen. Voilà, de pompoen. Die hebben we eigenlijk 20 minuutjes op 200 graden gehaard. Die gaan we nu zachtjes laten afkoelen gedurende 15 minuutjes en dan gaan we die mooi doorsnijden en mooi alles eruit halen. 15 minuten later, dus we zijn 15 minuten later, de pompoen is mooi afgekoeld. Dan gaan we de pompoen mooi midden doorsnijden. We gaan eigenlijk mooi alles pitjes eruit halen. De pitjes die kunnen we eigenlijk nog gaan gebruiken om te gaan poffen. Maar eigenlijk ook gerechtjes mee af te werken. Nu gaan we de spaghetti van pompoen mooi gaan afkruiden. Dus gewoon heel simpel. Klein beetje olijfolie. Een beetje zout. Een beetje peper van de molen. Een citroen. Klein beetje citroensap. De rest van citroen. Dan hebben we hier pompoenpuree. Pompoenpuree die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Die kunt u terugvinden op firstclass.tv. Puree. De spaghetti van de pompoen mooi erop leggen. Dan hebben we hier gepelde verse kastanjes. Pompoen en kastanjes. Dat is ook een super lekkere combinatie. Een mooi overraspen. Dan hebben we hier nog bulperknollenkaas. Dat is eigenlijk een Zwitserse kaas die gewassen is in zwarte peper. Ja, die gaat zorgen voor de pit op het gerechtje. Ja, we gaan nog afwerken met een heel klein beetje. Klein beetje olijfolie erover. Vegetarisch gerechtje. Pompoen, spaghetti van pompoen. Wat geraste kastanjes erover en bulperknollenkaas. First class. Smakelijk en tot de volgende keer.